Joost, zal ik je kledingzak meenemen? Ja, ja. Dat is het. Hier, jongens. Ja. Wat ga je vanavond doen? Ja, maar ja, kijk, het is, dat ga ik van tevoren niet zeggen. Nee? Nee? Weet je het überhaupt, wat je gaat doen op een avond? Nou, ik bedoel, natuurlijk, we improviseren op thema's. Hè? En, dus nee, dat komt helemaal goed. Maar we gaan vooral, kijk, die band die slinkt als een tierenlier. En die zaal gaat uit zijn dak. Dus ja, wat wil je nog meer? Hè? Als iemand die aan het eind van het jaar hoopt zijn AOW te halen. Nee. Toch ben ik benieuwd, hoe is het ooit ontstaan dat jij met de nieuwe Cool Collective gaat samenwerken? Nou, omdat ik Benjamin heb leren kennen natuurlijk. Je komt elkaar on the road een paar keer tegen, omdat hij dan daar moet spelen en zus. En dat, ja, het zou leuk zijn, weet je wel, om misschien wat samen te doen met de big band en een beetje, weet ik veel, een beetje zingen erbij. Oké, laten we doen. En even nog een carrière in de muziek. Ja, dat kan mij het verrotten. Ga je met de lift naar het podium? Ja. Oké, ga ik even filmen. Hier even spelen, Jules, dit klinkt te gek waarschijnlijk. Even heel hard blazen. Maar je zit er ook echt helemaal in die band. Het is niet de band en Jules. Nou, ik vind van niet, weet je wel. We zijn gewoon ook leden van die band, weet je wel. En dat zeggen al die andere jongens ook. En dat is het leuke ervan. Dus ja, kijk, wat er ook verder gebeurt. Kijk, de mensen die kennen nog, zeker wat je wil, maar wij hebben er ontzettend veel lol in. En we hebben af en toe wel eens medelijden, want dan spelen we in theaters waar met stoeltjes, weet je. Dan moet je die mensen zitten. Dan heb je toch af en toe, een beetje medelijden met dat ze moeten blijven zitten. Maar gelukkig hier is het ook staan. Dan kunnen ze een beetje bewegen. Huh? Want die moet op het podium. Ja. Komt dat nog wel? Ik loop maar wat. Ja, toch? We hebben nog 10 minuten. Als je daar deel van mag uitmaken, dat je met z'n allen toch een paar centimeter van de grond komt. En dan denk je, kleren, joh, zo weet dat, weet je wel. Ja, dat is een goed gevoel. Zo voelt het, dat je echt iets omhoog komt. Gewoon. Ja, als echt alles goed gaat, ja. En dan kijk je zo af en toe, ze schuin zijn erachter en wie. En naar die jongens van het ritme. En dan merk je. Want dan maak je toch iets met elkaar. Dat je dus met z'n allen meer wordt dan die som van de afzonderlijke delen. Nou, zo zeggen. Dat is eigenlijk. Dat is het, de magie van muziek ook, hè? Nee, zijn er mensen. Moet ik hem neerzetten? Nee, lang, kom maar. Nee, joh, dat is niet leuk. Dan neem ik hem wel mee zelf. Wat vind je het lekkerst eigenlijk om te doen op het podium qua instrument? Nee? Nee, maakt mij niet uit. Ik bedoel, verder. Ik bedoel, ik sla een beetje mee en ik verzorg de speciale percussie. En ik draai een plaatje en ik zeg wat af en toe. Je hebt van Boris van der Lek gehad, die sax. Heb je die gekregen? Ja. Van wie? Van Boris, Boris van der Lek. Die gaf een cadeau? De Noord-Saxonist, ja. Een goed cadeau. Ervan. Leuk, hè? Heb je er eerder op gespeeld? Ik bedoel, ik ken de geluidheid krijgen. Spelen. Volgens mij wordt het hartstikke druk. Het is uitverkocht. Het is uitverkocht, oké. Nou, druk ik het niet worden. En wat is dit? Nou, dit is een. Dit is een. Veronderstelt een boxmatch te zijn tussen de USA en de USSR. Amerika tegen Rusland. Hè? Toen het nog allemaal simpel was. En deze boxers heb jij als nieuwe bandleden gemaakt? Nou ja, die heb ik ingebracht als zijnde speciale. Samen met dit kunstgebied. Als zijnde speciale percussie. Hè? Die zie je soms wel staan, zo in die opname. Die speelt trompet en dit. Maar special percussion zie je dat wel. Nou, dus dan dit zo. Ongeveer, kan je daarbij voorstellen. Ja.
Oké. Volgens mij sta je gelijk in de zaal. Ja. Is nobody to druk op? Als het niet al zover is. Ik doe eerst een aankondiging als gisteren. Het is vol. Brandende hot stuff zal overgieten.